kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal DigiMe. Vandaag is het weer tijd voor een gloednieuwe Pokémon Go aflevering. En als je gisteren hebt gekeken, weet je dat ik hier ben geëindigd. En ja, nu ga ik dus weer verder waar ik gebleven was. Dus ik zou zeggen, doe vast je duimpje omhoog. Als je het leuk vindt dat er een nieuwe Pokémon Go aflevering is op mijn kanaal DigiMe. Laat leuk je achter met de stukjes voor de editor. Leuk maar zijn natuurlijk altijd te staan. En dan meneer is ik ook mis in mijn topje mensen. En dan gaan we weer verder met de Pokémon Go jacht op de fiets. Here we go, en daar gaan we dan. Zoals jullie zien. Dus je beweegt weer, oftewel we fietsen. Verderop zie ik twee leuren aan staan. Ja. Ik weet niet of dat zijn leuren of leuren. Maar daar zijn dus meerdere Pokémon's te vinden. En dat hoop ik ook. Het is ook bij een soort strandje, alleen niet hetzelfde strand als in een van de eerste afleveringen. Klik gewoon op de leuren. Stop is te ver. Nu kunnen we erbij. Holy shit, jongens, een leur. Het is een speciaal iets en ik weet niet, er zitten waarschijnlijk heel erg veel. Nee. What the fuck? Nee, gewoon niet. Oh ja, wel, er zit er wel één. Oh lol, er zit er gelijk ook één. Psyduck volgens mij. Ja, jongens, een echte Psyduck, die gaan we nu vangen. Die was best mis. Die was ook best mis. Zij denk van 13 CP. Yes, yes. Ik ook. Een beetje aan die kant, dat is een beetje gevaarlijk worden. Ja, hopelijk, hopelijk. Yes, dat is gevangen, jongens. Kortje. Bij een lure hebben we een Pokémon gevangen. Ik dacht dat er juist meer aan kwamen, maar ik niet schrijf. Leur, daar zitten er meerdere. Een Magikant, die heb ik zo te zien nog niet. En die hebben we ook in één keer waarschijnlijk, hopelijk. Ik zag daar ook nog een leur aan staan, dus die pakken we ook nog. Er zitten ook nog Pokéballen en shit in. En ook nog staan we nog twee kant. En gevangen, jongens. Kijk, dit zijn de afleveringen waar het van moet hebben. Pokédex, nice hoor. Hier zitten geen Pokémon's meer, hè? Oké, nou dan gaan we naar de andere kant. Oké, jongens, gaan we, let's go. Overkant. Oké, daar is ook weer een leur. Dus er zullen ook vast Pokémon zijn. Ja hoor, ik zie er al gelijk weer één. En de leur. Gaan we natuurlijk ook even kijken of de Pokéballs zijn. Natuurlijk drie. Nice jongens, kijk. Super, super nice. Er staat ook weer een Pokémon te wachten. Ik weet niet wat het is. Maar zo gaan we wel snel. En volgens mij zijn we ook al bijna level 7. Een Meowth. Oké. Die heb ik volgens mij nog niet. We hebben hem gevangen, jongens. Hoop het. Denk het wel. Yield, ook weer gevangen. Zo gaat hij lekker, jongens. Zo gaat hij echt, echt fucking lekker. Nog één? Of nee, was dat het? Dat was het wel, denk ik. Oké, jongens, de leur. Daar moeten we het echt van hebben, zo te zien. Dus die moet ik even goed in de gaten houden, want daar zijn juist de meeste Pokémon's. Dus die ga ik even extra goed in de gaten houden. Natuurlijk Pokéstops ook. Zijn, die moeten we natuurlijk vervangen. Nou, ik denk dat dit wel weer een aflevering mag wezen. Zoals jullie zien, ik ben weer een stukje verder. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze Pokémon Go aflevering super even super gaaf zijn. Wat dan nog voor. Doe dan je duimpje omhoog. Nou, leuk je ook zeg maar tips stuk voor het uit. Leuk dat je natuurlijk altijd op staan. En dan meneer is het ook mis. En dan ga ik vanaf dit punt bij deze tent, bij deze boom, ga ik volgende aflevering verder. Dus ik zou zeggen, dikke, vette, peace. Ciao mensen. Time to go!